Goedenavond, beste mensen. Welkom bij deze Studium Generale lezing. Mijn naam is Jaap Jansen en ik ben programmamaker bij Studium Generale. Een Studium Generale is een afdeling van de universiteit die lezingen, debatten, discussies, collegereeks, filmavonden organiseert over allerlei uiteenlopende onderwerpen. En in deze sombere dagen, deze donkere dagen van december, die niet alleen donker zijn, maar die ook waarin de wereld eigenlijk met allerlei crises te kampen heeft. In deze sombere tijd leek het ons wel een aardig idee om een lezing over geluk te organiseren. En even de tijd te nemen om stil te staan bij wat geluk is, want ja, wat is geluk? Waarom geeft de een zijn geluksgevoel een 9 en de ander een 4? En wordt geluk nou bepaald door je genen of door je omgeving? Of natuurlijk door een combinatie, maar hoe verhoudt die zich tot elkaar? En kunnen we ook nog iets doen om gelukkiger te worden? Kun je dat bijvoorbeeld trainen? De spreker van vanavond, die bij ons te gast is, is Meike Bartels. Dank voor je komst naar Maastricht. En zij doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar geluk. En ze wordt ook wel de geluksprofessor genoemd. In allerlei radioprogramma's als ze haar even snel willen kenschetsen. Ze promoveerde in 2003 op de oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen. Maar gooide toen het roer totaal om en besloot om te kijken naar die andere 75%. Want 25% van de kinderen hadden problemen. Waar het wel goed mee ging. En sinds 2014 is zij hoogleraar Genen en Geluk aan de Vrije Universiteit, oftewel Genetics and Wellbeing. Ze kreeg internationale bekendheid met haar onderzoek naar de genetische basis voor geluksverschillen. Ze is ook nog directeur van de Research Master Genes in Behavior and Health. En ze is voorzitter van de International Positive Psychology Association. En op 15 november werd bekend dat ze een Vici-beurs van de NWO ontving. En dat is ook geen sinecure, dus het is maar weinig mensen gegeven om die beurs te binnen te halen. En die gaat ze gebruiken om de oorzaken van verschillen in geluksgevoel en welbevinden in kaart te brengen. De lezing duurt ongeveer een uur. We hebben geen pauze, dus meteen na de lezing is een half uur hebben we voor vragen. En we sluiten de avond af om 9:30, uiterlijk 9:45. Mag ik dan nu graag uw aandacht voor Meike Bartels. Dankjewel voor deze mooie introductie. En jullie allemaal dankjewel voor om hier te zijn. Ik hoop jullie vanavond mee te nemen langs mijn zoektocht die ik heb gehad over de afgelopen 10 jaar inmiddels. Om beter te begrijpen waarom de een gelukkiger is dan de ander. Ik werk bij de afdelingen Biologische Psychologie van de Vrije Universiteit. Dat wil zeggen dat wij proberen menselijk gedrag en menselijk gevoel te verklaren vanuit biologische factoren. En wij hebben ook het Nederlands Tweelingenregister. Daar kom ik straks nog op terug, maar dat is een groot register met tweelingen die ons heel vrijwillig helpen om onderzoeksgegevens te verzamelen waar we iets kunnen zeggen over genen en omgeving. Geluk, ja, moeten we daar iets mee? Nou, laat ik beginnen bij het feit dat dit is eigenlijk, als men aan geluk denkt, wat er bij mensen opkomt. Geluk is iets waar we naar streven, waar we steeds naartoe werken. En het idee is, van nou, als we nou alles bereiken wat we willen, dan uiteindelijk zijn we gelukkig. En ik wil u graag vertellen dat ik niet denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat geluk ergens anders past en hoe we aan ons geluk kunnen werken. Dus dit is eigenlijk wat ik net zei. Als we alle bokjes tikken, we hebben allemaal ideeën voor onszelf, we hebben verwachtingen van onszelf, we hebben verwachtingen van onze familieleden, van onze kinderen. En altijd ergens, als ik dat maar eenmaal heb bereikt, dan word ik gelukkig. Ik denk eigenlijk dat het volledig andersom is. Ik denk dat geluk een cruciaal element is om uiteindelijk te doen en te bereiken wat je wil.
Dus geluk is niet hetgeen wat uiteindelijk volgt, maar geluk is misschien wel waar het mee begint. En dat klinkt misschien vreemd als je daar nog nooit op die manier over na hebt gedacht, maar ik ga je aan het eind van deze lezing ook vertellen hoe je geluk kunt trainen. En dat is trainbaar, dus als geluk eerst komt en de rest volgt, is het misschien een goed moment om met gelukstraining te beginnen. Dus geluk is niet dat eindpunt, ik zie geluk eerder als een katalysator. En er is vrij veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het eigenlijk twee kanten op werkt. Dus eigenlijk is geluk het begin en kunt u in een soort opwaartse spiraal terechtkomen. Dat als je je goed voelt, kun je betere beslissingen nemen, kan je meer aan, heb je meer veerkracht, voel je je weer beter en zo gaat het steeds beter. Nou, is daar ook bewijs voor? Dat is natuurlijk wel belangrijk als wetenschapper, daar kan je van alles roepen, maar ik moet het ook een beetje ondersteunen met bewijs. Hier staan een aantal onderzoeken op het scherm en ik heb ze even samengevat hierboven. En wat uit grootschalig onderzoek in verschillende landen met hele grote populaties blijkt, dat gelukkige mensen gezonder zijn, gelukkige mensen leven langer, gelukkige mensen functioneren beter en gelukkige mensen hebben betere en sterkere sociale relaties. Nou, als je nou het voor het zeggen hebt in een land of in een maatschappij, dan is dit natuurlijk wat je wil voor je populatie. Dus dat geeft ook aan dat geluk eigenlijk een hele belangrijke factor is waar we meer over moeten weten. Dit is eigenlijk een beetje het beeld wat er was toen ik met mijn proefschrift klaar was, wat Jaap net al noemde, maar wat ook de populatie van Nederland zou kunnen zijn. Zo'n 20-25% van de Nederlanders ontwikkelt ergens in zijn leven mentale problemen. Die zijn op dit scherm weergegeven als de rode poppetjes. Dan heb je ook nog mensen die zijn weergegeven als oranje. En dat zijn mensen die wel wat problemen hebben, maar niet in een klinisch gebied. Dus die zich af en toe niet goed voelen. En dan het grootste deel, zoals je ziet, heeft niet een hele vrolijke kleur, namelijk grijs, maar lacht wel. Is het grootste deel van onze populatie met wie het goed gaat. En de reden waarom ik dit onderzoek ben begonnen, zit hem eigenlijk hierin. Als je deze poppetjes in een nette populatie zet, zoals ik hier heb gedaan, een populatieverdeling, dan zien we hier inderdaad, verkeerd knopje, de mensen met wie het niet goed gaat. Een hele belangrijke groep waar we veel in moeten investeren en moeten helpen om dat natuurlijk te verhelpen. Dit noem ik dan de klinische grens. In Nederland kan je dat ook vergelijken met de grens waarbij de verzekering bijvoorbeeld je behandeling vergoedt als je genoeg symptomen hebt. Dit is een hele grote risicovolle groep. Dit zijn mensen die wel problemen hebben, maar die zien we nog niet. Die zijn nog niet zichtbaar voor de hulpverlening en lopen dus het risico om uiteindelijk over het randje te vallen. Maar wat het mooie is aan onze populatie is dat het met het grootste deel van de mensen goed gaat. Nou, wat deden we nou altijd? Is dat we ons gingen richten of op deze groep. Dus we gingen kijken wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van problematiek. Heel soms op deze groep, maar eigenlijk was dit altijd de controlegroep. Je hebt geen problemen, dus je bent de controlegroep en we kijken er verder niet naar. Ik denk als we eigenlijk niks zouden doen, dat dan uiteindelijk deze mensen zullen omvallen. Er werd net al geschetst dat de maatschappij is complex, de wereld is complex, er zijn heel veel dingen aan de hand in de wereld. Dus als we niet mensen gaan helpen om zich te versterken, om veerkrachtig te worden, dan vallen ze uiteindelijk om. En mijn idee eigenlijk van het onderzoek wat ik doe is als we geluksgevoel trainen, dat we uiteindelijk de hele populatie een klein stukje kunnen opschuiven. Een klein stukje naar de goede kant, het hoeft helemaal niet heel groot te zijn, maar daarmee maak je deze groep een stuk kleiner. Hoe zouden we dat kunnen doen? Onder andere is om te leren van de mensen die hier zitten. Waarom gaat het met heel veel mensen goed in deze hele ingewikkelde wereld? Waarom geeft deze persoon een 10 aan zijn leven en deze een 8 en die een 6? Wat kunnen we daarvan leren? Nou, dan moeten we eerst weten waarom mensen een 10 aan hun leven geven of een 8, een 6, een 4 of een 2. Nou, daar ben ik eigenlijk de afgelopen 10 jaar mee bezig geweest. En de zoektocht begon met een complex element, wat geldt voor geluksonderzoek, maar ook voor heel ander onderzoek ook. Terminologie. Wat is geluk? Hoe kan je geluk meten?
Nou, om te schetsen hoe ingewikkeld dat is, staat hier een heel onduidelijk plaatje. Dat is ook niet zo heel relevant wat er allemaal precies staat. Maar dit is een stukje uit Science. En Science is toch een van de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften die er bestaat op de wereld. Geschreven door Sir Richard Layard, een van de vooraanstaande informanten van de regering van Engeland. Een econoom die op het gebied van subjective well-being enorm veel heeft gebracht. En in een stuk wat hij schrijft, heeft hij het in de titel over subjective well-being. Hij heeft het over happiness, hij heeft het over life satisfaction en hij heeft het over quality of life. In één stuk van één pagina. En hij bedoelt eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus geluk heeft allerlei namen, heeft allerlei termen, kan je op allerlei manieren meten. Maar we hebben in grootschalig onderzoek laten zien dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Mensen die heel tevreden zijn over hun leven, scoren ook hoog op kwaliteit van leven, voelen zich ook heel gelukkig en zou je ook kunnen zeggen hebben een hoog subjectief welbevinden. Maar dat is een beetje te makkelijk gezegd. Ik ga u verder niet meenemen in de historie van het meten van geluk, maar ik wil u toch heel even de twee stromingen laten zien die parallel eigenlijk bestaan en waar we allebei onderzoek naar doen. Eentje is uit de school van Epicurus en dat gaat over het hedonische welbeing. En dat gaat over maten als geluksgevoel, tevreden zijn met je leven, kwaliteit van leven en ook de balans tussen je goed voelen en af en toe niet goed voelen. Als men over geluk praat en denkt aan filosofen, heeft men het heel vaak over Aristoteles. Maar Aristoteles heeft het eigenlijk niet zozeer over geluk. Aristoteles heeft het meer over eudaimonic well-being, eudaimonische well-being, waarbij hij het veel meer heeft over zingeving, dingen bereiken in je leven, een doel in je leven hebben, dus dat is eigenlijk een andere vorm van geluk. Echter, ook als je dit meet in mensen, of mensen floreren, of mensen een doel hebben, hangt dat weer heel erg samen met het geluksgevoel. Dus voor vanavond hou ik het simpel, en je moet van mij aannemen, want ik kan helaas niet alle onderzoeken laten zien, dat hoe je het ook meet, je uiteindelijk ongeveer op dezelfde factoren komt als factoren die verschillen in geluk verklaren. Ik heb het vaak over welbevinden, in het Engels well-being vind ik nog iets mooiere term dan welbevinden, vind ik niet zo'n mooi woord. En wij meten dat doordat we geluksgevoel meten of tevredenheid met leven meten of kwaliteit van leven. En eigenlijk de meest gebruikte maat over de hele wereld, waarbij ook de Europese Unie bijvoorbeeld geluk meet, waarbij de Wereldbank geluk meet, waarmee Gallup, die het World Happiness Report maakt, geluk meet, is eigenlijk aan de hand van dezezelfde vraag. En dat is een vraag waarbij je mensen vraagt als u zich uw leven voorstelt als een ladder, waarbij de 1 is het slechtste leven dat u zich kunt voorstellen en 10 het beste leven. Waar op deze ladder staat uw leven dan? Dit is een hele makkelijke en heel betrouwbare vraag. En werkt heel goed, zeker ook in Nederland, omdat wij heel erg gewend zijn aan een schaal van 1 tot 10. Al onze hele schoolcarrière weten we dat we eigenlijk een 6 moeten halen om het voldoende te laten zijn. Een 8 supergoed is en een 10 eigenlijk onbereikbaar. Nou, dat geldt voor gelukgevoel niet zozeer anders. Een 6 is eigenlijk, ik voel wel voldoende. Een 8 is prachtig en er zijn maar heel weinig mensen die een 10 aan hun leven geven. Daarbij weten we ook, als je natuurlijk aan de andere kant van de 6 zit, dat je je niet zo goed voelt. Dus het is een maat die mensen goed begrijpen, mensen goed kunnen invullen en daardoor heel betrouwbaar is. En ook redelijk, natuurlijk niet helemaal, onafhankelijk van taal bijvoorbeeld. Dat mensen heel goed op een schaal van 0 kunnen 10 iets kunnen zeggen. Wordt dus over de hele wereld gebruikt. Ik kan die niet garanderen dat het in elke cultuur een net zo goede maat is als bij ons. Omdat natuurlijk heel veel schoolsystemen elders op de wereld niet met een 1 tot 10 schaal werken. Nou, geluk is niet nieuw gelukkig. In het verleden ging het bij al deze grote organisaties over problemen, over ziekte en hoe gaan we dat oplossen. En dat is eigenlijk de afgelopen 15 jaar best wel radicaal omgeslagen. Bijvoorbeeld de World Health Organization heeft nu als statement dat ze werken aan well-being, waarbij ze zeggen dat well-being meer is dan de afwezigheid van ziekte. Dus de World Health Organization stuurt heel erg op well-being en niet alleen maar meer op ziekte. De EU heeft vorig jaar als voorzitter Finland gehad.
En die hebben in de tijd dat zij voorzitter waren enorm gestuurd op de economy van well-being. Dus laten we niet meer alleen maar naar het bruto nationaal product kijken van een land, maar laten we gaan meten hoe mensen zich voelen en dat ook meenemen in de beoordeling van land, hoe het met het land gaat. Nou, zo hebben al deze organisaties dus hun beleid veranderd, hun visie veranderd. En als laatste bijvoorbeeld de United Nations, die heeft zelfs de dag van geluk. Dat is altijd in maart en die hebben ook well-being heel hoog op de agenda, zodat we naar meer kijken dan alleen maar problematiek en de afwezigheid daarvan. Maar, hoewel dat een prachtige ontwikkeling is, baseren ze nog heel veel van hun ideeën op dit model. En dit model bedoel ik eigenlijk dat je twee groepen mensen hebt en dat je die met elkaar vergelijkt. Dus als je iets wil weten over geluk, dan neem je twee groepen die daar verschillend op zijn en dan kijk je of ze verschillend scoren op geluk. Om u een voorbeeld te geven. De wereld is nog steeds gedomineerd door geld. En de vraag is altijd, maakt geld gelukkig? Zijn mensen die veel geld hebben gelukkiger dan mensen die minder geld hebben? Nou, dit is een niet heel duidelijk plaatje, dus ik zal u er doorheen helpen. Dit is wel een hele leuke database voor mensen die geïnteresseerd zijn in data. Dit is namelijk van Our World in Data. En daar kan je werkelijk alles visualiseren op grond van data over de hele wereld. Dus het is een heel leuk speelgoed website. Maar wat u hier ziet staan op deze slide is het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking van een land. En hier staat tevredenheid met leven. En hier hebben ze precies die schaal gebruikt die ik u net heb laten zien. Dus die ladder van 1 tot 10. En wat u hier ziet is eigenlijk hoe rijker een land, hoe hoger het geluksgevoel. U ziet als het de bruto nationaal product per hoofd van de bevolking toeneemt, dan neemt het geluksgevoel ook toe. En Nederland staat helemaal hierboven. Nederland is superrijk en Nederland is supergelukkig. Nou, dat is op zich heel goed nieuws. En u ziet ook dat er landen zijn waarvan u het ook wel verwacht, een stuk armer zijn en een stuk minder gelukkig. De vraag is, wat kunnen we hiervan leren? Nou, mijn antwoord is dat we hier eigenlijk heel weinig van leren. Want we vergelijken heel Nederland met een heel ander land. En ik zeg al, Nederland is dus heel rijk en heel gelukkig. Dan zouden mensen kunnen concluderen dat wij allemaal rijk zijn en allemaal gelukkig. En dat is natuurlijk niet waar. Dus wat je hierin verliest in dit plaatje is de verschillen tussen mensen. Want ook in Nederland zijn er natuurlijk genoeg mensen die helemaal niet dit inkomen hebben. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die helemaal niet zo gelukkig zijn. Dus maakt geld eigenlijk wel gelukkig? Nou, dan wil ik u eigenlijk mijn favoriete studie laten zien die ik niet zelf heb uitgevoerd. Maar wel echt een heel leuk voorbeeld is dat we niet alleen moeten oppassen voor het vergelijken van groepen, maar dat we ook moeten oppassen met het trekken van conclusies dat het een het ander veroorzaakt. Want wat ziet u hier? Dit is een studie waar ze hebben gekeken naar broers en zussen binnen gezinnen. Nou, dat heeft een heel groot voordeel, want als je naar meerdere personen binnen één gezin kijkt, dan zijn heel veel gezinsfactoren voor al die personen gelijk. Dus dat telt dan niet meer mee in die vergelijking. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een groep 16-jarigen genomen in 1994 en die hebben ze gevraagd hoe gelukkig ze zijn. En de lichtste balk zijn degenen die het gelukkigst waren en de donkerste zijn degenen die het minst gelukkig waren. Toen deze jongeren 18 werden, hebben ze ze weer gevraagd hoe gelukkig ze waren. En dat ziet u hier in het midden. De lichtste zijn degenen die het gelukkigst waren, de donkere degenen die het minst gelukkig waren. Hetzelfde op leeftijd 22. En toen hebben ze even gewacht tot deze mensen 29 waren. En toen hebben ze gevraagd wat ze verdienden. Wat is je inkomen? En wat u hier heel duidelijk ziet is dat degenen die op hun 16e gelukkig waren en of op hun 18e en of op hun 22e veel meer verdienen dan degenen die niet gelukkig waren. Dus misschien is het niet maakt geld gelukkig, misschien maakt geluk wel geld. Nou, er zit natuurlijk heel erg veel tussen hoe je je voelt op je 16e en wat je verdient op je 29e. Maar het past wel in het idee dat geluk een katalysator kan zijn. Dus als je je goed voelt als je 16 bent,
dan ben je misschien beter in staat om het goed te doen op school. Ben je beter in staat om te kiezen welk vakkenpakket bij jou hoort? Ben je beter in staat om het goed af te ronden? Ben je beter in staat om een betere vervolgopleiding te kiezen? Dat zijn allemaal factoren die uiteindelijk leiden dat je misschien uitkomt bij een beroep waar je je prettiger in voelt en beter in functioneert. Dus het is niet per definitie dat je onderbuikgevoel zegt geld maakt gelukkig. Misschien is het wel andersom en zolang we dat niet toetsen, weten we het niet zeker. In dit geval is dit het sterkste bewijs dat geluk eigenlijk geld maakt. Een ander voorbeeld, wat veel bestudeerd wordt op de wereld omdat het een belangrijke factor voor onze samenleving is, maken kinderen gelukkig. Nou, dit is mijn eigen gezin en dit is natuurlijk zo wel. Dat weet iedereen, het zijn de foto's die je plakboek doet en die de kinderen op Instagram zetten. Allemaal pies en vree, maar kinderen zijn helemaal niet altijd zo leuk. Dus dan neem je ze mee op een prachtige reis en dan zit je in een prachtig museum en dan het enige wat je tegen ze zegt, kan je die telefoon ook even wegleggen, misschien nu. Dit zegt ook genoeg, ze zijn niet allemaal zo stralend altijd. En toen ze jong waren, dit is niet mijn kind, want dat is heel lastig. Meestal heb je geen foto's van huilende kinderen, maar kinderen zijn natuurlijk niet alleen maar leuk, gezellig en altijd iets positiefs. Maar de vraag is dus, maakt kinderen gelukkig? Nou, dit is ook een prachtig onderzoek, dit is een Amerikaans onderzoek. Dat is om het even in perspectief te plaatsen. Dit is heel generaliseerbaar naar Nederland, maar ik moet er wel bij zeggen dat het niet op Nederlandse data is. Maar dit ging over de samenhang tussen ouderschap en well-being. Maakt kinderen gelukkig. En daar hebben ze een aantal factoren in onderzocht die een positieve bijdrage zouden hebben doordat je kinderen hebt. Of een negatieve. Dus bijvoorbeeld, ze geven een bepaalde vorm van zingeving. Je moet voor ze zorgen, ze geven een rol in de maatschappij. Ze geven je natuurlijk ook heel veel positieve emoties, want ze zijn ook heel gezellig, ze kunnen ook heel lief zijn. En ze geven, nou wat ik al zei, een belangrijke sociale rol en het voldoet aan je menselijke basisbehoeften om je misschien wel voor te planten. Maar er zitten ook negatieve emoties aan. Ze zijn natuurlijk niet altijd vrolijk, ze zijn niet altijd gezellig, ze kosten ook heel veel energie en ze kunnen je ook tot het uiterste drijven. Toen ze jong waren wist ik het niet, maar nu inmiddels wel. Ze zijn ook heel duur. Ze willen elke dag weer wat anders, omdat ze dat op dat moment in is. Als ze jong zijn, verstoren ze je slaap. Er zijn blijkbaar ideale kinderen die dat niet doen. Die ken ik niet. En ze geven natuurlijk zowel een positieve, maar ook een negatieve druk op je relatie. Maar deze factoren zijn natuurlijk helemaal niet voor iedereen gelijk. Als ik namelijk aan mijn man vraag van, goh, vond je het zwaar dat de kinderen niet altijd doorsliepen? Dan kijkt hij me aan en weet hij niet waar ik het over heb. A, kan hij heel goed tegen weinig slapen en B, heeft hij er denk ik ook minder van gemerkt. Voor mij is dat nog steeds een factor als ik eraan terug, dat ik denk, hoe hebben we dat ooit gedaan? Dus slaap is voor mij belangrijk, maar voor hem niet. Ik kan heel erg makkelijk zeggen van, ja, ik vind ze wel heel duur, maar ik heb een baan. Mijn man heeft ook een baan. Dus ja, ze zijn heel duur, maar ik heb ook wel genoeg geld om ze soms te geven wat ze willen. Gelukkig niet altijd. Dus deze factoren zijn voor iedereen verschillend. Dus maakt kinderen gelukkig of niet, is een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Dus deze vraag is eigenlijk onmogelijk, omdat we allemaal verschillend zijn. Nou, wat zijn wij nou uiteindelijk gaan doen? Omdat we wel willen weten waarom de een gelukkiger is dan de ander. Wij zijn gaan zoeken naar die factoren die mensen juist verschillend maakt. Dus waarom is de ene persoon gelukkiger dan de andere? Nou, het antwoord is heel simpel. Bij alles wat je aan een mens kan meten, van lichaamslengte, lichaamsgewicht, tot allerlei ingewikkelde psychologische factoren, de verschillen tussen mensen komt door een samenspel van genen en omgeving. Er is niks aan ons menselijk zijn en functioneren waarbij genetica geen rol speelt. Er is ook niks behalve een paar aandoeningen die door één verstoord gen komen bijvoorbeeld, waarbij de omgeving geen enkele rol speelt. Dus het antwoord is eigenlijk heel simpel. Het nature-nurture debate, zoals dat altijd werd genoemd, is al lang van tafel, want het is geen debat.
Het is altijd nature of nurture. Dus als je zich ooit afvraagt voor iets van, goh, is dat erfelijk? Of het lijkt wel een karaktertrek? Het antwoord is altijd ja. Alles is erfelijk. Maar niks is alleen maar door genen bepaald. De omgeving doet er ook altijd toe en het gaat heel erg om de balans. Dus hoe groot is het effect van genen en hoe groot is het effect van de omgeving? Nou, wat weten we inmiddels? Ik noem het hier het genoom of het genoom. Dat wil zeggen dat we kijken naar het DNA van mensen. Wat zit in elke cel van uw lichaam? Daar kom ik zo nog even op terug. Want het mooiste onderzoek, het meest sterke onderzoek wat iets gedaan heeft om erachter te komen of geluksgevoel erfelijk is, is gebaseerd op tweelingen zoals die hier op het scherm staan. Nou, dit is misschien geen verrassend plaatje als ik het heb over tweelingen, want dit zijn allemaal één eigen tweelingen. Deze zijn allemaal genetisch identiek. Wat uniek is aan al deze tweelingen op het scherm is dat deze apart van elkaar zijn opgegroeid. Dus deze tweelingen zijn, u ziet ook, ze zijn niet meer heel jong, die zijn allemaal vlak na de geboorte van elkaar gescheiden, opgegroeid in een andere omgeving, en die zijn door deze onderzoeksgroep in Amerika weer bij elkaar gebracht. En op het moment dat ze bij elkaar gebracht werden, hebben ze aan allerlei onderzoeken deelgenomen. Dus lengte is gemeten, lichaamsgewicht, of ze van koffie houden, van alcohol, wat ze eten, wat hun persoonlijkheid is, maar ook hoe gelukkig ze zijn. Nou, dat is natuurlijk vrij exceptioneel onderzoek. Dat vindt ook bijna niet meer plaats, omdat tweelingen gelukkig niet meer van elkaar gescheiden worden. Ze zijn in het verleden veel van elkaar gescheiden, omdat in de psychologie een klein tijdsvak is geweest, waarbij men dacht dat als tweelingen toch geadopteerd moesten worden, bijvoorbeeld omdat dat er een jonge vrouw zwanger was zonder dat ze gehuwd was, bijvoorbeeld in die tijd, het beter zou zijn om de tweelingen uit elkaar te halen, om ze een eigen identiteit te geven. Nou, gelukkig is dat een theorie die maar heel kort stand heeft gehouden, want die houdt ook geen stand. Maar daar zijn natuurlijk wel tweelingparen dupe van. En die hebben vrijwillig met dit onderzoek meegedaan. Dit is bijvoorbeeld een heel mooi tweelingpaar. Deze hadden elkaar dus nooit gezien. En die hebben dus, nou, u ziet, zijn allebei brandweerman. Die reden in precies dezelfde auto, hetzelfde merk, dezelfde kleur, hetzelfde jaar. Hadden een vrouw met dezelfde voornaam. Maar roken bijvoorbeeld hetzelfde merk sigaretten, drinken hetzelfde merk bier, nou, allemaal dat soort fascinerende dingen. En dat geldt eigenlijk voor al deze tweelingparen. Dus nu ga ik een vraag aan u stellen. Ik heb hier drie soorten tweelingparen op het scherm staan. De bovenste is een tweelingpaar. Dit is een één eigen tweeling, zoals u ziet. Dus die zijn genetisch identiek. Dat wil zeggen, die hebben precies hetzelfde DNA. Die zijn eigenlijk elkaars kloon. En deze zijn ook nog eens samen opgegroeid. Deze zijn heel extreem, want die worden 100 hier en die hebben ook altijd in hetzelfde huis gewoond. Dat is over het algemeen niet zo met één eigen tweelingparen, maar deze wel. Maar die representeren, even voor mijn vraag aan u, één eigen tweelingparen die gewoon samen opgroeien. Dus er wordt een tweeling geboren, ze zijn één eier, ze groeien in hetzelfde gezin op en ze vliegen ook uit. Zoals in de normale situatie. Dan de middelste groep heb ik al toegelicht. Dat is een één-eigen tweelingpaar die los van elkaar zijn opgegroeid. Dus die zijn ook genetisch identiek. Helemaal hetzelfde DNA-pakket. Volledig andere omgeving. Die representeren dus een grote groep van dat soort tweelingen. De onderste, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad, zijn twee-eigen tweelingen. Twee-eigen tweelingen zijn het resultaat van een dubbele eisprong bij de moeder. Dus die zijn genetisch gezien net zo gelijk of net zo verschillend als gewone broers en zussen. Ze worden alleen op hetzelfde moment grootgebracht. Dus ze groeien samen op en zijn even oud. Maar ze zijn net zo verschillend als gewone broers of zussen. Nou, aan u de vraag. Welke lijken het meest op elkaar qua geluksgevoel? U mag even nadenken. En dan gaan we stemmen. Wie denkt dat de bovenste, dus de één-eigen tweelingen die samen opgroeien, het meest op elkaar lijken qua geluksgevoel? Handen omhoog die dat denken. Oké, dat is denk de meerderheid, maar niet overtuigend. Wie denkt dat de onderste, het is een heel extreem voorbeeld, het is een echte twee-eigen tweeling, die is natuurlijk heel verschillend. Maar twee eigen tweelingen die dus gedeeltelijk genetisch gelijk zijn, maar niet helemaal, maar wel samen opgroeien, dat die het meest op elkaar lijken.
een paar. En wie is er nog over voor de middelste groep? Dus het is de eerste groep de meeste, de onderste groep de minste en de middelste zit daarin, tussenin. Nou, ik begin bij de bovenste. Als je geluk meet, is dat natuurlijk best een complexe vraag, zoals ik al zei. We kunnen het op een simpele manier stellen, maar dan lijken één eigen tweeling op elkaar en de correlatie is 0.58. Nou, een correlatie loopt officieel van min 1 tot plus 1. 1 is dat ze precies hetzelfde zouden scoren. 0 betekent dat ze helemaal niet hetzelfde scoren. En min 1 zou betekenen dat ze de andere kant op zouden scoren. 1 gelukkig, de ander ongelukkig. En 0.58 is eigenlijk voor iets in de psychologie een hele hoge correlatie. Dus ze lijken eigenlijk best veel op elkaar qua geluksgevoel. Dan de onderste. Die lijken een stuk minder op elkaar. Deze meisjes, maar de meeste tweelingen, die groeien gewoon op in hetzelfde gezin. Zitten elke avond bij elkaar aan tafel. Maar lijken eigenlijk helemaal niet zo sterk op elkaar qua geluksgevoel. En dan de middelste. Deze één eigen tweelingen die elkaar nooit gezien hadden en in een andere omgeving opgegroeid zijn, hebben een correlatie van 0.48. Dus lijken eigenlijk best sterk op elkaar qua geluksgevoel, terwijl ze in een hele andere omgeving zijn grootgebracht. Dat was eigenlijk de eerste studie die liet zien dat genen er wel toe moeten doen voor geluksgevoel, anders konden deze mannen die elkaar nooit hadden gezien nooit zo sterk op elkaar lijken qua geluksgevoel. Nou, ik zei al, gelukkig worden tweelingen niet meer van elkaar gescheiden. Geen enkele garantie natuurlijk als dat in de wetgeving zit internationaal, maar het komt nog weinig voor. Maar er worden wel heel veel tweelingen geboren. Ongeveer 1 op de 40 in de Nederlandse populatie is onderdeel van een tweeling. En tweelingen zijn ideaal onderzoeksmateriaal. Dat klinkt net alsof we ze als onderzoeksmateriaal alleen gebruiken, maar ze zijn vrijwillig deelnemer van ons onderzoek en ze kunnen ons net een beetje meer informatie verschaffen dan als je werkt met niet-tweelingen. En ik zal je zo uitleggen waarom. Wat u hier ziet op dit plaatje is een grote groep 14-jarige tweelingen die ooit naar de VU zijn gekomen toen we het geluksonderzoek gingen starten. Toen begonnen we met onderzoek naar jongeren en hadden we een hele mooie vragenlijst voor ze gemaakt. En dachten, nou, ter check nodigen we een grote groep uit en dan gaan we even fine-tunen hoe we dat allemaal moeten doen. Nou, dat was een superleuke dag. Het resultaat was dat we de hele vragenlijst moesten veranderen, want we wisten eigenlijk helemaal niet hoe we 14-jarigen moesten vragen naar geluk. Maar wat het leuke is aan dit plaatje, is dat het een plaatje met 1 eigen tweelingen, zoals deze meisjes bijvoorbeeld en deze jongens, maar ook 2 eigen tweelingen. En als u niet had geweten dat ik over tweelingen kwam praten, dan had u waarschijnlijk niet eens gezien dat het tweelingen waren. Dus tweelingen zijn niet anders dan eenlingen. Tweelingen geven ons alleen net een beetje meer informatie om iets te kunnen zeggen over genen en omgeving. Nou, waarom is dat? Dit zijn de 1 eigen tweelingen, daar heb ik het al net over gehad. Dan is er 1 bevruchte eicel en die splitst zich tussen de 7e en de 12e dag na bevruchting. Waarom? Weten we niet. Maar je krijgt dus eigenlijk uit iets wat normaliter 1 persoon zou worden, 2 personen die genetisch identiek zijn en daarom dus ook heel veel op elkaar lijken. En het zijn altijd 2 meisjes of 2 jongens. 2 eigen tweelingen is een heel ander biologisch mechanisme. 2 eigen tweelingen ontstaan door een dubbele eisprong bij de vrouw. Die worden beide bevrucht. Dus eigenlijk als gewone broers en zusjes, alleen op hetzelfde moment. En dat worden of 2 jongetjes, of 2 meisjes, of een jongetje en een meisje. Als 1 eigen tweelingen nou meer op elkaar lijken dan 2 eigen tweelingen, komt dat omdat ze genetisch meer op elkaar lijken. Want zij hebben precies hetzelfde genotype, terwijl deze 2 eigen tweelingen maar een deel van hun genen delen. Dus wij maken eigenlijk gebruik van informatie van tweelingen, van hele grote groepen. We vragen tweelingen om over zichzelf te rapporteren of om naar het laboratorium te komen bij ons. En dan meten we allerlei factoren en dan kijken hoeveel lijken die tweelingen op elkaar. En voor alles zien we dat 1 eigen tweelingen meer lijken op elkaar lijken dan 2 eigen tweelingen. En ook voor geluksgevoel. Dus de vraag die je jezelf kan stellen als je data hebt van tweelingen, is iets erfelijk? Is iets erfelijk betekent,
Als er verschillen tussen mensen zijn, komt het dan door genetische aanleg? Nou, voor lichaamslengte is er niemand die daaraan twijfelt, denk ik. Iedereen weet dat je op grond van de lichaamslengte van ouders de lichaamslengte van kinderen kan voorspellen. Dat komt omdat genen eigenlijk de belangrijkste factor zijn. Er zit nog een heel klein beetje omgeving, maar in een land zoals wij zijn er nog maar heel weinig omgevingsfactoren die verschillen in lichaamslengte verklaren. Maar voor geluk is het anders. Voor geluk is er veel onderzoek gedaan inmiddels en dit is alweer een studie uit 2015. Dus er zijn ook alweer onderzoeken bijgekomen. En wat u hier ziet, zijn allemaal verschillende onderzoeken. Dit zijn de auteurs van die onderzoeken. En die hebben allemaal gekeken hoe erfelijk geluksgevoel is. En dat is een getal tussen de 0 en de 100. Dus je hebt 100% geluksgevoelen tussen ons. Dus we kunnen hier allemaal ons geluksgevoel meten op die schaal van 0 tot 10. Geven we allemaal een ander cijfer. En hoeveel procent van de verschillen tussen jullie komt nou door genetische verschillen? Nou, deze studies hebben allemaal een stipje en dat is die erfelijkheid. Dus deze studie zegt 60%, deze studie zegt 25%. En als je ze allemaal samenneemt, dan kom je op een schatting van 36%. Nou, dit soort onderzoek is nog meer gedaan, ook in Noorwegen. En we hebben er nog studies aan toegevoegd later. En daaruit kunnen wij concluderen dat 40% van de verschillen in geluksgevoel tussen jullie, of tussen de Nederlandse bevolking, of tussen jou en je vrienden, komt door genetische verschillen tussen jullie. En 60% komt door verschillen uit de omgeving. Nou, dit moet u even op u in laten werken, want wat er nou vaak gebeurt als ik dit heb laten zien, is dat mensen naar huis gaan en denken, nou, nu weet ik het. 40% van mijn geluksgevoel komt door genen en 60% komt door de omgeving. Maar dat is niet wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd 40% van de verschillen tussen jullie komt door genetische verschillen. En 60% van de verschillen komt door omgevingsverschillen. Uw eigen genetische aanleg heb ik nog niet bepaald. Kan ik ook nog niet bepalen. Zou het theoretisch tegenwoordig kunnen, maar dat is nog heel onbetrouwbaar. Maar sommigen van jullie hebben een hoge genetische aanleg, terwijl anderen een lage genetische aanleg hebben. Maar daar kom ik zo nog even op terug op het moment dat ik echt bij het DNA ben. Dus onthoud, als het over erfelijkheid gaat, is lichaamslengte erfelijk? Dan zeggen mensen ja, 80%. Dat betekent dat de verschillen in lichaamslengte tussen mensen voor 80% komt door verschillen in genetische aanleg. Nou, nu we weten waar die verschillen vandaan komen, een deel door genen en een deel door omgeving, waren wij natuurlijk op zoek naar waar op het DNA zitten dat dan. Het moet, als het erfelijk is, ergens op het DNA zitten. Nou, dit is hoe DNA er werkelijk uitziet. Dit is onder een hele sterke microscoop. Dit zijn de chromosomen die u op uw DNA heeft. En die gaan van nummer 1 naar nummer 22. 1 is de grootste en 22 is de kleinste. En als u een vrouw bent, heeft u twee keer een X. En als u een man heeft, heeft u een X en een Y. Simpel gezegd heeft u eentje van uw vader gekregen en eentje van uw moeder. Nou, als genen belangrijk zijn voor geluk, is natuurlijk de vraag waar zitten die genen dan? En als we dat zouden weten, hoe werkt dat dan in de biologie? Nou, daar hebben we een paar eerste stappen op gezet, want dat is heel intensief grootschalig onderzoek, om u een voorbeeld te geven. Dit is een onderzoek wat ik heb uitgevoerd met deze twee heren, Bart en Michel. En wat u hier ziet, is ten eerste gegevens van meer dan 2 miljoen mensen. Dus je hebt voor dit soort onderzoek, om genen te zoeken voor iets, miljoenen mensen nodig. Nou, we hadden er meer dan 2 miljoen. Dat betekent dat we meer dan 2 miljoen mensen hadden waarbij we een geluksmeting hadden en DNA hadden verzameld. En wat je dan verder ziet, is op deze as, deze horizontale as, die chromosomen van nummer 1 tot nummer 22. En het zijn eigenlijk allemaal stipjes. Dat is niet zo goed te zien, maar hier zitten een stuk of 4 miljoen stipjes in deze grafiek. En op deze as ziet u hoe belangrijk dat stipje is voor geluksgevoel. En hoe hoger het stipje komt, hoe belangrijker het is voor geluksgevoel. En de stipjes die boven deze stippellijn uitkomen, dat noemen wij significant. Die zijn belangrijk voor geluksgevoel als we corrigeren voor allerlei andere factoren.
En die oranje driehoekjes zijn dan eigenlijk de punten waar we naar kijken. En als we dat doen, dan hebben we meer dan 300 plekken op het menselijk DNA gevonden die verschillen in geluksgevoel tussen mensen kunnen verklaren. Dat is op zich een prachtige score, 300 uit de paar miljoen. Het verklaart alleen nog maar een heel klein stukje van geluksgevoel. En wat biologisch wel te verklaren is, maar het helpt niet heel erg in de zoektocht, is dat die stukjes overal zitten. Dus het is niet chromosoom 1 bijvoorbeeld die heel belangrijk is voor geluk, of chromosoom 8. Het zit over het hele genoom van mensen heen. En het zijn heel veel stukjes en waarschijnlijk als de studie nog wat groter wordt, komen er nog heel veel bij. Het goede nieuws daaraan is dat er nooit een gelukspil ontwikkeld zal worden. Nou zijn er misschien mensen die denken dat is juist slecht nieuws. Maar ik denk dat het goed nieuws is, want ik denk niet dat we complexe dingen in een mens met één pil zouden kunnen en moeten oplossen. Dus het is science fiction dat we baby's kunnen manipuleren voor IQ of geluk of wat dan ook. Gaat echt niet gebeuren. Kunnen we nooit. Want ook voor IQ bijvoorbeeld heb je nog veel meer van dit soort plekken nodig om daaraan aan te sleutelen. Dus dat gaan we echt nooit voor elkaar krijgen gelukkig. Dus we kunnen alleen maar leren wat de biologie doet voor geluk. Nou ja, wat ik zei, het zit overal. We zijn nog een paar stappen verder gegaan, dat ga ik alleen even noemen en niet laten zien, omdat ik nog andere dingen wil laten zien. Wat we hebben laten zien hierna is dat deze stukjes genen, die overal door je hele lichaam zitten, hun werk ergens doen. En ze doen hun werk in een klein deel van je brein, in de hippocampus. Nou, dat is aan de ene kant ook logisch, want je verwacht natuurlijk dat genen die met geluk te maken hebben niet iets doen in bijvoorbeeld je linkerknie. Maar het is wel fijn dat het ook uit het onderzoek komt. Dus genen die te maken hebben met geluk, doen hun werk via je brein en dan specifiek via je hippocampus. Nou, ik zei aan het begin, het is een samenspel van genen en omgeving. Toen ik in dit vakgebied begon en genetica ging doen, dacht ik altijd van jeetje, hoe moeilijk is die genetica? En hoe komen we daar ooit achter? Totdat ik me ging verdiepen in de omgeving. De omgeving is namelijk nog veel en veel moeilijker dan genetica. Voor genetica, heb ik u net laten zien, weten we precies waar de chromosomen zitten, wat ze doen, welke stukjes DNA op welke chromosomen zit, hoe dat met elkaar samenhangt, weten we voor iedereen. Ik kan zo aan u vragen om even binnen uw wang te schrapen, het naar mij op te sturen en ik kan zo uw hele DNA-profiel binnen een uur op tafel leggen. Uw omgeving daarentegen is veel complexer. Omgeving kan je niet zomaar meten in een laboratorium. Omgeving kan je niet zomaar even uit de machine halen. Omgeving is voor iedereen anders en heeft ook een hele ingewikkelde samenhang. Terwijl menselijk DNA, mijn DNA, hangt op dezelfde manier met elkaar samen als uw DNA. Dus DNA is eigenlijk heel simpel en omgeving is heel ingewikkeld. Maar we wilden toch kijken of we ergens iets voor geluk konden vinden. En we noemen dat het exposoom. Dus de omgeving, het exposoom betekent eigenlijk alles waar je aan bloot bent gesteld vanaf eigenlijk preconceptie. Want de omgeving bijvoorbeeld waarin een vrouw zich bevindt, de levensstijl die een vrouw heeft, is van invloed op haar eicellen, is van invloed op het kind wat daar eventueel uit zou komen. Dus het exposoom is alles wat de hele dag en altijd op u inwerkt vanuit de omgeving. Nou, dat is natuurlijk onmeetbaar. Maar wat kunnen we bijvoorbeeld wel doen? We hebben samen met Margot hebben we bij het Nederlands Tweelingenregister gekeken in 7000 mensen naar hun Satisfaction with Life score. Dat is een vragenlijst naar tevredenheid met leven die over de hele wereld gebruikt werd. En wat hebben we gedaan voor deze mensen? Hebben we, nadat we daar toestemming van deze mensen voor hadden, op grond van hun postcode gekoppeld aan de zogenaamde Gecko-database. En de Gecko-database is een database die heeft alle informatie die in Nederland beschikbaar is op grond van postcode aan elkaar. En daarvan kan je dus weten van nou in mijn postcode is het zo. En ik zal je wat voorbeelden geven. We hebben gekeken naar de fysieke omgeving. De fysieke omgeving zegt hoe het staat met de luchtvervuiling op uw postcode.
Of hoeveel groen er in uw omgeving is op de postcode waar u woont. We hebben gekeken naar cultuur. Hoeveel bioscopen zijn er in uw omgeving? Hoeveel theaters? Hoeveel mogelijkheden om gebruik te maken van cultuur? Wat is de sociaal-economische status van uw postcode? Hoe duur zijn de huizen? Hoe hoog is het inkomen van de mensen die er wonen? Hoe makkelijk is het bereikbaar? Hoeveel mogelijkheden zijn er voor educatie? Hoe leefbaar is het? Dus hoe veilig is het? Zowel objectief op grond van rapporten van hoeveel dingen er gebeuren die wettelijk niet mogen. Maar ook subjectief, hoe groot is de sociale cohesie in de buurt? Hoeveel zorgfaciliteiten zijn er en hoeveel sportfaciliteiten zijn er? Dat is voor iedere postcode in Nederland is dat beschikbaar. Natuurlijk de belangrijkste disclaimer die ik van tevoren maak is dat als ik uw levenstevredenheid koppel aan uw postcode waar u woont, dan meet ik heel veel van uw omgeving niet. Want u zit gelukkig, de afgelopen 2 jaar misschien wel, maar niet altijd thuis op uw postcode. En als u in uw postcode geen theater heeft, wil niet zeggen dat u nooit naar het theater gaat. Of als u midden in de stad woont, dan heeft u niet zo heel veel groen. Dat wil niet zeggen dat u nooit in een groene omgeving komt. Dus dat is een grote disclaimer bij dit onderzoek. We kijken naar de postcode waar mensen wonen. Nou, wat kan je bijvoorbeeld uit uw database halen? Dit is natuurlijk Nederland, dat ziet u ook. Dit is bijvoorbeeld het percentage water, waarbij hoe blauwer, groener, hoe meer water. Daar kunt u de Friese meren op zien, daar kunt u de rivieren op zien in Nederland. Dus u kunt daar eigenlijk zien waar water is in Nederland. Hier is het hoe groener, hoe meer natuur. Nou, daar kunt u de Veluwe bijvoorbeeld op zien. En u kunt ook zien dat het hier in de Randstad een stuk minder groen is dan daarbuiten. Deze is ook interessant. Dit is de luchtvervuiling van Nederland. Dit is natuurlijk duidelijk. Dit is Schiphol. Daar woon ik ongeveer 10 minuten vandaan. Dit is natuurlijk midden in de Randstad. Dat is de mate van luchtvervuiling in de omgeving. Luchtvervuiling is heel interessant. Want op het moment dat ik de deur uitstap en 5 minuten fiets, ben ik in het Amsterdamse bos. En dan denk ik, oh, lekker, ik ben buiten in het groen. Nou, dan sta ik eigenlijk hier onder deze rode stip. Dus luchtvervuiling is een hele interessante in relatie tot geluksgevoel. Want ik voel me daar gelukkig, want ik ben in het groen. Terwijl het eigenlijk slecht voor me is. Dus luchtvervuiling zou misschien een effect op mijn brein kunnen hebben, waardoor ik uiteindelijk ongelukkiger word. Maar dat geeft wel aan dat luchtvervuiling dus eigenlijk een moeilijke mate is voor dingen als geluk. En dan even over hoe tevreden. Wat scoorden nou de mensen die in dit onderzoek waren? Dit zijn dus 7000 stipjes. Nou, mooi hieraan is dat u ziet dat er tweelingen aan ons onderzoek meedoen uit heel Nederland. Dat is ook het mooie, omdat tweelingen overal in Nederland geboren worden. En u ziet eigenlijk ook dat niet per definitie mensen op een bepaalde plek veel gelukkiger zijn dan op een andere plek. Nou, dit zijn eigenlijk nog een keer die factoren, dat sla ik even over. Wat kwam er nou uit dit onderzoek? We hebben dus eigenlijk systematisch al die omgevingsfactoren tegen geluk aangelegd. We hebben dat onder andere gedaan omdat eerder onderzoek naar de omgeving vaak naar één ding keek. Dus als ik een vragenlijst uitstuur en die gaat alleen maar over groene omgeving en geluk, dan vind ik vaak dat groene omgeving gelinkt is aan geluk. Sterker nog, dan zeggen mensen, nou je kan beter meten op mensen op hun telefoon vragen hoe gelukkig ze zijn en vragen waar ze zijn. Dan komt het er helemaal heel sterk uit. Als mensen op het strand zijn of als mensen in het bos zijn, zijn ze gelukkiger dan als ze dat niet zijn. Nou, dat is natuurlijk niet eerlijk onderzoek, want wanneer ben je op het strand en wanneer ben je in het bos? Meestal niet op maandagochtend om 10 uur als je aan het werk bent. Dus in dat opzicht is omgeving heel ingewikkeld. En mensen die in een groenere omgeving wonen, hebben meestal ook een hoger sociaal-economische status. Dus die factoren hangen allemaal met elkaar samen. En als je ze dus tegelijk onderzoekt, kan je daar naar kijken. Dus wat zien we hier? Hier zien we eigenlijk net als bij het DNA, dit zijn al die omgevingsfactoren. Hier staat bijvoorbeeld luchtvervuiling. Hier staan allemaal sociaal-economische factoren over de huurprijs van de woningen in de omgeving en de koopprijs. En hier staan dingen als sportfaciliteiten en de livability, dus hoe veilig het is. En hoe goed men zich sociaal in die buurt voelt. En hier staat weer die link, de uitkomst van de toets, of het aan geluk gelinkt is.
Nou, alles boven deze lijn verklaart verschillen in geluk. Dat zijn omgevingsfactoren die verschillen in geluk verklaren. Nou, wat zijn dat voor factoren? Dat is voor u heel moeilijk te zien. Deze groen-blauwige zijn allemaal sociaal-economische statusfactoren. Dat is natuurlijk ook niet heel verrassend, maar het komt super duidelijk uit dit onderzoek. Dat mensen die in een betere wijk wonen, van hoger sociaal-economische status, met duurdere huizen, gelukkiger zijn dan mensen die daar niet wonen. Als je daarvoor corrigeert, want dat konden we wisten wie de mensen waren. Dus wij konden voor die postcode, de sociaal-economische status van die postcode corrigeren. En we konden ook voor de sociaal-economische status van de mensen zelf corrigeren. Dat hebben we uiteindelijk gedaan en het enige wat overbleef nadat we die correctie hadden gedaan zijn deze twee. En dat is veiligheid. Dus ongeacht de sociaal-economische status van de buurt, ongeacht de sociaal-economische status van de persoon, veiligheid is een belangrijke omgevingsfactor voor geluksgevoel van mensen. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke bevinding. Want sociaal-economische status veranderen en alle buurten veranderen op grond van sociaal-economische status is heel ingewikkeld. Het verbeteren van veiligheid is iets wat uitvoerbaar is. Dus eigenlijk zou men op grote schaal in Nederland alle buurten, ongeacht van sociaal-economische status van de buurt, veiliger moeten maken. Want dat is gelinkt aan het geluksgevoel van de mensen die er wonen. Nou, dat is waar we zijn met omgeving. Dat is wat ik zei, omgeving is heel complex. En we zijn nu nog andere studies aan het doen waarbij we inderdaad mensen volgen, bijvoorbeeld met hun mobiele telefoon, om ook te weten waar ze zijn overdag. Dus niet alleen maar op de postcode waar ze wonen, want dat geeft een heel beperkt beeld, zoals ik al heb gezegd. Maar genen en omgeving werken niet los van elkaar. Dus genen doen ertoe voor geluk, omgeving doet ertoe. En wat zijn nou de mechanismen die eigenlijk dat samenspel van genen en omgeving laten zien? Nou, eentje daarvan is het feit dat je genetische aanleg je hoger risico kan geven of je juist kan beschermen voor omgevingsfactoren. Dus mensen die een hogere genetische aanleg hebben voor geluk zijn, en dat zal ik straks laten zien, beschermd. Meer beschermd tegen negatieve factoren dan mensen die een minder hoge genetische aanleg hebben. Dus jullie genetische verschil zorgt dat de omgeving een ander effect heeft. Om een heel makkelijk voorbeeld te geven wat niet gerelateerd is aan geluk, maar wel het mechanisme heel duidelijk weergeeft, is dit. Als ik hier zou zijn overdag, in de zomer. En we zouden wel pauze hebben, dus het zijn drie factoren die er nu niet zijn, maar er wel hadden kunnen zijn. Dan hadden we naar buiten kunnen gaan in de pauze. En dan hadden we in de pauze, die misschien een half uur duurt, met elkaar kunnen praten in de volle zon. En u had daar helemaal geen rekening mee gehouden, want u dacht ik ga naar een lezing en er is geen pauze. Dus u heeft daar helemaal geen voorbereiding voor getroffen, u bent niet ingesmeerd, u heeft geen petjes bij zich, niks. Dan gaan we na een half uur weer naar binnen. Wat is er dan gebeurd? Dan zullen sommigen van u verbrand zijn door de zon. Sommigen van u zullen wat bruiner geworden zijn door de zon. En sommigen van u zullen geen enkel effect van de zon hebben ondervonden. Terwijl we allemaal op hetzelfde moment even lang onder dezelfde zon hebben gestaan. En waarom heeft die precies dezelfde omgevingsfactor een ander effect op iedereen? Dat komt door het pigment in uw huid. Wat bepaalt het pigment in uw huid? Uw genotype. Er is niets anders dat bijdraagt aan het pigment in uw huid dan uw genotype. Dus doordat u allemaal een ander genotype heeft, is één en dezelfde omgevingsfactor op hetzelfde moment even lang een ander effect. Voor geluk hebben wij er laten zien dat dat was een grote omgevingsverandering, die niet zo identiek is als de zon natuurlijk, maar wel voor iedereen gold. Hebben wij gezien dat het op verschillende mensen een verschillend effect heeft gehad. Sommige mensen zijn gelukkiger geworden, veel mensen zijn stabiel geworden en sommige mensen zijn ongelukkiger geworden. Dus min of meer dezelfde omgevingsfactor heeft niet op iedereen hetzelfde effect. Dus bij alles wat u vanaf nu doet en aan omgevingsfactoren op mensen
invloed van de omgeving op mensen denkt, moet u zich realiseren dat iedereen verschillend is. Dus als de gemeente, wat ze in Utrecht wilde doen, gaat zeggen, we gaan allemaal fietspaden aanleggen, met de verwachting dat iedereen gaat fietsen en iedereen gezonder wordt, dan wordt er totaal vergeten dat iedereen verschillend is en dat voor een groot deel door genetische verschillen komt. Dus dat samenspel is er altijd, ook voor geluksgevoel. Een ander samenspel, wat ook belangrijk is in onze maatschappij, is dat genen en omgeving vaak samengaan. Om dit voorbeeld te nemen, dit is een gezin. En deze moeder leest voor aan deze kinderen. En dit noemen wij ook wel een double advantage model. Dat wil zeggen dat kinderen van hoger opgeleide ouders ook opgroeien in een betere omgeving. Krijgen meer uitdaging, worden beter gestimuleerd, worden onder andere voorgelezen, hebben boeken in huis, die moeten naar het jeugdjournaal kijken en noem maar op. Dus die hebben dubbel voordeel. Voor geluksgevoel geldt hetzelfde. Omdat geluksgevoel erfelijk is, geef je als ouders een deel van je genen door aan je kinderen. Dus je kind heeft al een hogere genetische aanleg. Je bent zelf gelukkiger door je eigen genotype. Dus het kind groeit ook nog eens op in een gelukkige omgeving. Double advantage. Genen en omgeving gaan samen. Helaas is er natuurlijk ook sprake van double disadvantage. Want geluk is erfelijk, maar depressieve symptomen is bijvoorbeeld ook erfelijk. Dus ouders geven ook problemen aan hun kinderen door en voelen zichzelf ook niet altijd goed, waardoor ze ook een minder goede omgeving creëren. Dus ook daarvoor geldt, realiseer u altijd dat genen en omgeving samengaan. En dan nog een hele leuke, die ook heel belangrijk is voor geluk, is dat de omgeving op uw genotype reageert. En dit is het makkelijkste voorbeeld. En dat is hoe uw gezicht is opgebouwd. En daar kunt u helaas ook, nou, je kunt er wel iets aan doen, maar de meeste mensen doen daar niks aan. Maar de stand van uw ogen, het formaat van uw ogen, de stand van uw neus, het formaat van uw neus, de stand van uw mond, het formaat van uw mond, is van invloed op hoe vrolijk u kijkt. En daar reageren mensen op. De vorm van uw gezicht is bepaald door uw genotype. Dus eigenlijk zorgt uw genotype dat de omgeving op een bepaalde manier op u reageert. Dus daar gaan genotype en omgeving weer samen. U lokt eigenlijk uw omgeving uit. Nou, dat geldt voor de stand van uw gezicht, maar dat geldt ook voor uw persoonlijkheid bijvoorbeeld. Als u ongelukkig, ongeduldig bent aangelegd. Nou, aangelegd betekent het zit voor een deel in uw genotype. Dan krijgt u een andere reactie uit uw omgeving dan als u heel geduldig bent aangelegd. Dus u stuurt eigenlijk de reactie uit uw omgeving. Dus ook een samenspel van genen en omgeving. Nou, ik ga nu samenvatten wat ik tot nu toe heb verteld. Hoe zit ik op de tijd? Ja, daarna ga ik even snel vertellen hoe u gelukkiger kunt worden. Dat wil u natuurlijk weten. Geluk is erfelijk. Ik hoop dat u daar niet meer aan twijfelt en dat ik genoeg bewijs heb laten zien dat we dat echt wel redelijk goed weten. Omgeving is ook zeker belangrijk. Excuus, niks is alleen maar door genen bepaald, de omgeving doet er zeker toe. Altijd is sprake van een samenspel, dus uw genetische aanleg maakt u gevoelig voor de omgeving, uw genetische aanleg lokt de omgeving uit en u geeft zowel de omgeving als uw genen door aan uw nageslacht. Belangrijk, als iets erfelijk is, betekent het niet dat het niet kan veranderen. Als u terugdenkt aan het begin waarbij ik die populatie had met al die poppetjes, we kunnen iedereen een stukje opschuiven. Voor de een is het makkelijker om op te schuiven dan voor de ander, maar je kan altijd opschuiven. Belangrijkste, als u alles wil vergeten van vanavond, onthoud dan in ieder geval dat iedereen verschillend is. Maar moeten we daar iets mee? Wat kunnen we dan met geluk? Nou, ik hoef dit niet nogmaals te zeggen. U weet nu dat geluk belangrijk is voor de maatschappij. Dus ja, het antwoord is simpel. We moeten er iets mee. Maar wat kunnen we ermee? Nou, om een klein voorbeeld te geven. Geluk is sterk gelinkt aan veerkracht. De maatschappij heeft laten zien dat we veerkrachtig moeten zijn. Er gebeurt zoveel om ons heen. Ik heb 2 weken geleden een lezing gegeven voor de rampenteams van de GGD in Nederland. En die zeiden, het houdt niet meer op. Elke keer is er weer een ramp waardoor we aanstaan en moeten handelen. En dat is eigenlijk, daar is veerkracht voor nodig.
Nou dachten wij, we gaan eens kijken wat is de samenhang tussen veerkracht en geluk. En daarbij was de eerste aanname, als je veerkrachtig bent, ben je gelukkiger. Nou, de samenhang is best sterk, correlatie van 0,5. Dus dat is voor twee complexe begrippen best hoog. En welke kant zal het opgaan? Ben je nou gelukkiger omdat je veerkrachtiger bent, of ben je veerkrachtiger omdat je gelukkig bent? Dit was het antwoord. Het gaat beide kanten op, maar het sterkste gaat het van geluk naar veerkracht. Dus geluk komt eerst en veerkracht volgt. Dus moeten we werken aan geluk. Hoe doen we dat? Nou, dit zijn allemaal geluksboeken. Mensen vragen mij vaak, moet ik die lezen? Mijn antwoord is altijd simpel. U bent allemaal verschillend. Probeer het. Maar je hoeft een geluksboek niet van pagina 1 tot de laatste pagina te lezen, zoals u een ander boek zou lezen. Maar je kan er wel in bladeren, je kan er een hoofdstuk uit lezen. Als het niks is, leg je het weer weg. Heel belangrijk, iedereen is verschillend. Dus als u het wel een fantastisch boek vindt, moet u oppassen. Want dan hebben we de neiging om met dat boek naar de buren te gaan en te zeggen, dit is een heel goed geluksboek, moet je lezen. Wat klopt daar niet aan? Iedereen is verschillend. Dus wat je kan zeggen is, ik vond dit een heel goed geluksboek, probeer het eens. Onthoud dit, want wij doen heel erg zo. Hè? Wij zeggen, dit is heerlijk, dat moet je eten. Dit moet je lezen, die film moet je zien. Niemand moet iets aan. En B, wat je zelf vindt, geldt niet altijd voor iemand anders. Dit is ook een grote business, gelukscoaches. Ik zeg nooit, doe het niet. Ik heb altijd alleen één tip. Als je een gelukscoach zou willen, dan moet je die bellen. En dan moet je vragen, wat is jouw protocol? En als ze dan heel uitgebreid gaan vertellen hoe ze stap voor stap jou gelukkiger gaan maken, dan zou ik daar niet heen gaan. Want iedereen is verschillend. Dus er is niet één protocol wat leidt naar beter geluk voor iedereen. Maar dat wil niet zeggen dat een coach je niet kan helpen. Want een coach kan je heel goed helpen in inzichtelijk te maken wat belangrijk voor jouw geluksgevoel is. Nou, wat moet je wel doen? Dat is dan belangrijker. Dit zijn gelukstrainingen die een aantoonbaar effect hebben op groepsniveau. Dus die werken, als je een grote groep deze training geeft, dan worden mensen daar gemiddeld gelukkiger van. Dus het wil dus niet zeggen dat iedereen gelukkig wordt, maar hierbij geldt, u kunt het proberen. Wat is dit? Nou, de bovenste is het schrijven van dankbaarheidsbrieven. Dat is een methode waarbij je gaat realiseren wie er in jouw leven een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Alleen het realiseren helpt al, maar eigenlijk is het belangrijk om de brief ook werkelijk te schrijven. Of voor de niet-schrijvers meer onder ons te typen, mag ook. En werkelijk aan diegene te geven. De tweede is count your blessings. Dat is eentje die gelukkig, als je iets positiefs mag noemen over de COVID-pandemie, is iets wat bij mensen gewerkt. Mensen zijn ze gaan realiseren wat ze wel hebben. Als je je niet zo goed voelt, bedenk wat je wel hebt. De officiële count your blessings is dat je iedere avond gaat zitten en 3 tot 5 dingen opschrijft waar je die dag gelukkig van bent geworden. Nou, ik kan u voorspellen, gaat u niet doen. Dat is veel te veel. Maar ik gebruik deze zelf best regelmatig. Als ik denk dat het allemaal even niet zo leuk is en mee zit, dan kan ik heel snel schakelen en bedenken wat er wel goed gaat. Dus dit is tips 1 die voor mij heel goed werkt, maar voor anderen misschien niet. Deze is het oefenen van optimisme. Dus een hele leuke, die kunt u ook in groepsvorm doen, thuis aan tafel. Is namelijk proberen bij alles waar u het over heeft, de positieve kant te benadrukken. Het glas half vol zien. Wat zijn de mogelijkheden in plaats van wat zijn de problemen? Niet welke beren zijn er op de weg, maar welke mooie weg ligt er voor me? Dus, en dat begint al met niet altijd een open vraag te stellen. Van hoe was je dag? Nee, wat was er leuk vandaag? Waar heb je om gelachen? En zelfs in de meest moeilijke situaties kunnen mensen leren om het positiever te zien dan ze gewend zijn. Maar daar zijn mensen heel verschillend in, want optimisme is ook een erfelijke factor. Dus de een ziet het glas makkelijker half vol dan de ander, maar je kan dat trainen.
Dit klinkt heel simpel. Daar heeft zelfs de overheid natuurlijk ook op ingezet een tijd geleden. Doe eens lief. Wat aardigs doen voor iemand anders zonder dat je daar direct zelf voordeel van hebt. Het klinkt heel simpel en dat is het ook. Als je iemand op straat ziet lopen en die kijkt een beetje rond. Dat je op iemand afstapt en zegt, kan ik u helpen, waar moet u heen? Je kunt het eens proberen. Je krijgt een hele leuke reactie en denkt, oh, nou, dat was eigenlijk best leuk. En de onderste twee zijn eigenlijk het belangrijkste en ook meteen het moeilijkst. Want heel veel mensen zijn niet zo gelukkig omdat ze eigenlijk zichzelf niet zo goed kennen. En heel veel mensen hebben ook zich bijvoorbeeld in de COVID-pandemie weer gerealiseerd dat ze heel veel dingen doen die ze eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Dus sommige mensen vonden het eigenlijk wel rustig, dan hoef ik niet meer dat. Dan hoef ik niet meer dat. Dus je moet eigenlijk veel meer voor jezelf bedenken van waar word ik nou eigenlijk gelukkig van? Waar ben ik goed in? Dat kunnen we ook niet. We zijn heel erg gewend en zeker als ik in deze zaal kijk, heel veel mensen hebben ooit een keuze gemaakt voor een opleiding omdat je er een baan mee kon krijgen. Nou, dat is denk ik het slechtste wat je kan doen. Je moet iets doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Ons hele schoolsysteem is daar ook nog steeds niet echt op ingericht. Want alle kinderen moeten allemaal hetzelfde leren tot ze vrij oud zijn. In plaats van doen waar ze goed in zijn en wat je leuk vindt. En dan volgt de rest vanzelf. En dit is ook heel belangrijk en heel ingewikkeld. Leven naar je eigen normen en waarden. Je moet wel weten welke dat zijn. Nou, dit klinkt alsof dat kan, maar de maatschappij is natuurlijk wel complex. Want je moet uiteindelijk ook een inkomen hebben om voor je gezin te zorgen. Niet iedereen kan zomaar bepalen wat hij op dat moment leuk vindt om te doen. Maar binnen kleinere kringen, een kleiner deel van je leven, moet je gaan realiseren. Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? En waarom vind ik dat? En dat kan je simpelweg doen door eigenlijk bij te houden waar je gelukkig van wordt. En verrassend genoeg zie je mensen heel vaak als ze op gaan schrijven op welke dingen van de dag ze gelukkig waren. Dat heel anders is dan als je ze het van tevoren had gevraagd. Dus vaak word je gelukkiger van dingen dat je het zelf niet eens door hebt. Ik noem het ook wel de energy drainers en de energy gainers. En zolang je genoeg energy gainers hebt, dus genoeg energie krijgt uit dingen, is je geluksgevoel redelijk op orde. Maar nog een hele belangrijke disclaimer. Geluk is dus te trainen. Ik heb u voorbeelden gegeven. Maar iedereen is verschillend, zoals ik vaak heb gezegd. Dus niet alles werkt voor iedereen. De een is bijvoorbeeld meer een buitensporter. En die gaat graag duurtraining doen. Terwijl de ander een binnensporter is en meer krachttraining wil doen. Dat geldt ook voor gelukstraining. Ik zei al, die count for your blessings is iets wat voor mij wel werkt. Die dankbaarheidsbrieven moet ik eigenlijk niet aan denken. Ik heb het nooit geprobeerd, maar het zou niet iets zijn waar ik in eerste instantie mijn tijd aan zou besteden. En dan nog belangrijker, buiten het feit dat we een andere keuze zullen maken in welke interventie we willen doen of werkt, is het heel belangrijk om je te realiseren dat niet iedereen even trainbaar is. Dus als wij met z'n allen vanavond zouden starten met een gelukstraining, waarbij we al die elementen aan bod laten komen, en we zouden over 3 maanden hier terugkomen, dan zouden we niet allemaal eenzelfde toename hebben in geluksgevoel. Hetzelfde met de marathon. Mensen trainen daarvoor. En als je daarvoor getraind hebt, zou je dat in 5 uur en 3 minuten kunnen doen. Ik vind het knap. Ik zou het aan mij denk ik überhaupt niet lukken. Maar er zijn ook mensen die doen het in 2 uur. En waarom doet de ene persoon een marathon in 5 uur en de andere in iets meer dan 2 uur? Wat is het belangrijkste verschil tussen deze meneer en de dames op de vorige slide? Genetische aanleg. Ik hoor gelukkig het goede antwoord op de eerste rij. Buiten het feit dat deze meneer natuurlijk al jaren veel harder traint, maar die is ook trainbaarder, minder blessuregevoelig en dat komt allemaal door het genotype. En functioneren in de juiste omgeving. Maar ook voor gelukstraining geldt. De een is trainbaarder dan de ander. En dat komt door hun genotype. Maar dat wil niet zeggen dat u het niet moet doen. Dus hierbij wil ik het laten. Iedereen is verschillend. En geluk is trainbaar. En dank u wel voor uw aandacht.